Ha, vriendjes. Deze doos bevat allemaal oude uitvindingen. Die moesten ze in verkeerde handen komen heel gevaarlijk kunnen zijn. Daarom heb ik besloten om ze allemaal in de mega-vernietigingsmachine te steken. Zo zit. Ja, als zo'n uitvinding in de handen van een slechterik moest komen, dan staat het hele dorp hier bij roer. Slechterik, weten jullie wie echt slecht is? Miss Volta en haar bende. Ja, ze willen alle krachten van Mega Mindy afnemen om daarna zelf Mega Volta te worden. Het begon allemaal met de ontsnapping van die gemene boevenbende. Op één dag tijd zijn er maar liefst vier... vijf van de gevaarlijkste gangsters ter wereld ontsnapt. Eén belangrijk detail, deze boeven werden allemaal gevangen genomen door Mega Mindy. Miss Volta stond aan het hoofd van die boeven en samen met hen wou ze wraak nemen op Mega Mindy. Wat is de zwakke plek van Mega Mindy? Op een dag kreeg Toby een brief van Mega Mindy. Liefste Toby, deze twee boeven waren van plan te ontsnappen. Gelukkig was ik er op tijd bij. Kom over 15 minuten naar de molen. Ik mis je, Mega Mindy. Toby wist echter niet dat het om een valse brief ging, geschreven door de boeven. Toby was dus zonder het zelf te beseffen in groot gevaar. Wil je weten waar Toby is? Mega Volta. Hij wacht vol spanning op je in de loods. Otto, camera 9. Help! Toby! Oh nee! Help! Toby. Mega Mindy, waar was je? Toby, ik zei toen dat we elkaar snel zouden terugzien. Zo, dat was de laatste. Ja. Die Miss Volta, die had Toby in een val gelokt. Natuurlijk had ik al een plannetje klaar om hem te bevrijden, maar of dat gelukt is, dat vertel ik jullie de volgende keer. Mega Mindy,